In het trappenhuis op de 12e verdieping zijn schoonmakers bezig met het wegwerken van de laatste sporen van de gruwelijke moord. Maar daarmee is de moord zelf nog lang niet vergeten. Het spookt bij veel bewoners nog door het hoofd. Vooral bij buurvrouw Brechtje. Dus het gaat allemaal als een film aan je voorbij, weet je. Je hebt echt het gevoel van, nou, dat is niet gebeurd. Elke ochtend als ik wakker word, denk ik van, oh nee. Wat was er ook alweer? Ik durf bijvoorbeeld nu niet alleen, een vriendin van mij komt bij me slapen, omdat ik gewoon het eng vind om in mijn eigen huis te zijn. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Brechtje schrikt enorm als ze afgelopen maandag in het portiek vlakbij haar flatwoning een knal hoort. Er raast een grote vuurbal door de galerij. Ze rent naar buiten en is als eerste bij het brandende lichaam van Nergens. Ik heb in eerste instantie jassen gepakt van mij die minstens brandbaar waren en ben er teruggegaan. En inmiddels lag de vrouw op de grond en mijn jassen over haar heen gegooid. Maar ja, dat hielp niet echt. En toen ben ik ontzettend gaan schreeuwen, alarm gaan roepen, geprobeerd 112 te bellen. Ik kwam er niet meteen doorheen. En mijn buurvrouw uiteindelijk gehaald om te helpen met blussen met water. Dat hebben we gedaan totdat de brandweer kwam. Gewoon alleen maar water, water, water. De andere buren komen ook naar buiten om te kijken wat er aan de hand is en helpen met blussen. We zijn met z'n allen met pannen en alles wat je dan maar te pakken kan krijgen, dat pak je. Tijltjes zag ik de buurvrouw mee lopen en heen en weer. Een goede bekende van de familie van Nergens vertelde gisteren al in U Vandaag dat de jonge vrouw maandagavond haar verloofde aan de telefoon had. Op dat moment wordt er beneden aangebeld met de mededeling dat er post voor haar is. En ze zegt voor de telefoon, nee, was niemand, niks, geen post. En toen zij naar boven gekomen, opeens die verloofd op de telefoon gehoord dat Nergens schreeuwt en zegt help. Wat er daarna gebeurd is, blijft erg onduidelijk. Het verhaal gaat dat er een bom is ontploft. Ja, ik heb wel een knal gehoord. Ja. En het was ook, ik kan me echt wel voorstellen dat er zoiets iets was. Want het was een explosie, nou dat wil je niet weten. Weet je. Dat kan niet zomaar iets kleins of een klein ongelukje of een als die vuurbal tot aan mijn keuken te zien is. De politie laat nog steeds niets los over de dramatische gebeurtenissen van maandagavond. Ook is nog onduidelijk wie er achter de aanslag op Nergens leven zit. Volgens de politie is er nog geen verdachte in beeld.